Goedemiddag, hallo. Ik wil graag jullie aandacht vragen voor toch wel een heftige kwestie. En dat is het volgende: dat mijn overgrootvader, ja, die is zo'n 3, 4, 5. 600 jaar geleden een keer in zijn kont verkracht. En ja, dat is natuurlijk heel erg. Dat is echt helemaal verschrikkelijk. En ja, tot op de dag van vandaag moet ik dat met me meedragen, weet je wel? Het is soms zelfs zo erg dat ik voel een steek in mijn reet en denk ik, hey, zou dat daar dan nog van komen, weet je wel? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Wat nog erger is, in principe, is dat er, ja, dat gewoon mensen overal om me heen gewoon nog aan het kontneuken zijn. En dat er zelfs films worden gemaakt waarin wordt gekontneukt. Nou ja, ik word daar verdrietig van. Dat kwetst mij, of wie ik denk te zijn. En. Ja, dus ik ga me daar hard voor maken. Ik ga me er hard voor maken dat het kontneuken en het geneuk van kont of verwijzingen daarnaar verdwijnen uit deze wereld. Ik bedoel, we zijn er bijna. Er is weinig aan de hand. Het gaat hartstikke goed met de natuur, weet je. Er is geen oorlog en dat soort shit. Dus ja, maar. Ik denk dat dit toch nog wel een puntje van aandacht is om het laatste stapje te zetten in onze evolutie als goddelijke wezens. Dus ik ga me daar druk om maken. Ik ga me daar elk jaar ongeveer rond dezelfde tijd, zo eind oktober, begin november, ga ik me daar druk om maken. Totdat het hele gekontneuk uit deze maatschappij verdwijnt. Ik ga actie voeren. Ik ga janken op het binnenhof. Ik ga huilen op tv. Nou ja, en dan zullen we nog wel zien wie er aan het langste eind trekt. Want kontneuken, dat kan gewoon echt niet. Ja, weet je, kijk, kutneuken en zo, dat vind ik allemaal prima. Bekneuken, ook goed, want ja, dat treft mij niet. Of ja, wie ik dan denk te zijn. Dus dat maakt niet uit, weet je. Maar kontneuken, dat kan gewoon echt niet. En ik denk dat er vele anderen met mij zijn die er ook zo over denken. Dus ik wil graag jullie steun hierin vragen. Om samen met mij kontneuken te verbannen uit onze mooie wereld. Want ja, weet je kan pas iets verwerken als het er niet meer is. Dus help mij kontneuken te verbannen, zodat mijn rouwproces eindelijk van start kan gaan. Bedankt.